De laatste paar maanden kwam hij al steeds vaker in beeld, de coach, de trainer-coach van het tweede van DVS 33. En dat had een bepaalde reden. En hopelijk gaat dat vanmiddag uitmonden in iets moois. Martijn Kuijs. Ja, klopt helemaal, Piet. We zijn natuurlijk al weken, komen steeds dichter bij het kampioenschap. Nou ja, goed, Barneveld heeft net verloren. Dus bij winst kunnen we kampioen worden. Ik zie de basis, de spelers rondlopen. En ik denk dat je daar wel redelijk tevreden mee mag zijn met zo'n basis. Maar ook natuurlijk met de spelers op de bank. Want het is niet misselijk waarmee je allemaal mag werken. Nee, we zijn helemaal compleet. Er zijn geen blessures, geen schorsingen. Ja, bij het eerste is alleen Kai Velda dan volgens mij geblesseerd. Maar voor de rest zijn we helemaal compleet. Ook onze eigen spelers zijn allemaal fit. En we missen niemand. We hebben zelfs te veel wissels vanmiddag. Maar goed, we wilden gewoon met de hele groep compleet zijn. Ook een reservekeeper erbij van de A1. Dus wat mij betreft kan het beginnen. Ga je vanmiddag in principe uit van je eigen kracht, van je eigen manier van spelen? Of pas je hier en daar toch nog aan de tegenstander? Nee, wij passen ons niet aan. Dat hebben we nog nooit gedaan, of het hele seizoen nog niet gedaan. Dus dat zullen we ook vanmiddag niet doen. Ook niet dat de spanning nu wat toeneemt. Het is wel zo dat zij 4-4-2 spelen. Dus zij spelen wel een wat andere manier dan wij gewend zijn. Daar zullen we wel rekening mee moeten houden. Maar in ons spel gaan we niks aanpassen. Ik zag verder nauwelijks bekende namen van het eerste van AZSV. Maar één speler viel me even op. Robin Toes. Die komt terug van een zware blessure. Hij heeft, dacht ik, in het derde al een wedstrijdje meegespeeld. Maar nu in het tweede. Daar moet je wel rekening mee houden, denk ik. Ja, maar daar zijn we ook wel op voorbereid. Ik bedoel, kijk, één speler kan ook niet het verschil maken in zo'n team. We hebben gewoon een goed team. We gaan van onze eigen kracht uit. En als wij doen wat we kunnen, dan gaan we vanmiddag kampioen worden. En namens DVS TV en alle supporters van DVS wensen we je daar heel veel succes mee. Dat zullen we nodig hebben, maar we gaan ervoor. Oké, ga. En de wedstrijd tussen DVS 2 en AZSV 2 is begonnen. Toes. Ja, die moet je niet in stelling brengen. Nou, die komt gelijk in een kansrijke positie. Dat is niet te geloven. Nee, hij kan niet genoeg kracht achter dit schot zetten. Maar dit was het eerste gevaarlijke moment van Robin Toes. En er wordt doorgekopt. Ook daar weer Robin Toes. Nogmaals, die moeten ze niet te veel. Oh. En daar moet echt Dennis Vinken aan de noodrem trekken. Dit leverde al de tweede kans op voor AZSV 2. Misschien toch een lichte vorm van spanning bij de spelers van DVS. Met name daar in het centrum is toch aardig wat ruimte voor die Robin Toes. Toes. Ja, die laat daar gelijk weer prachtige dingen zien. En absoluut geen buitenspel. En er komt weer het zoveelste gevaarlijke moment aan. Buitenspel voor AZSV. Hier hadden ze meer uit kunnen halen. Maar Robin Toes heeft nu in 4 minuten al laten zien wat voor een voetballer het is. Hoek. Hoek wederom. Roelof de Groot. Dennis Sietsma. De Groot. Prima paas op Lars van der Wetering. Terug naar Jordi. Jordi, Roelof de Groot. Sven Pul. Mooi combinerend DVS 2 over het hele breedte van het veld. Prachtig. Schot. Net naast. Stefan de Geiter. Strakke bal in de richting van Lars. En die kan daar toch balbezit krijgen via een verdediger van AZSV. Nu weer Lars van de Wijtering. Isaac Kieseler, prachtige beweging. Daar in het strafschopgebied. Oeh, ja. Ja, het is... Wat doet de scheidsrechter? Hij geeft denk ik toch een penalty.
Ja, en je komt precies op tijd voor een misschien wel heel mooi moment. Want Isaac Kiezeler die ging het strafschopgebied en die werd licht aangetikt. Hij probeerde nog te blijven staan en de bal nog voor te krijgen. Maar hij struikelde toch nu Lars van der Wetering met zijn aanloop en een schot. En een ja. Hij zit erin. 1-0 voor DVS 2. Dit is, je zou kunnen zeggen, misschien een cadeautje van de scheidsrechter. Maar toch eigenlijk ook niet. Want het was inderdaad gewoon een... lichte overtreding op Isaac Kiezeler binnen het strafschopgebied. Hij werd uit balans gebracht. Dat leverde dus die penalty op. Waardoor Lars van der Wetering nu zijn 29ste doelpunt voor DVS 2 scoort. En DVS 2 hier staat op een 1-0 voorsprong in die wedstrijd tegen AZSV 2. Hoge bal in de richting van Lars van der Wetering. Die daar de bal prima controleert op zijn borst. Hij had de bal natuurlijk moeten afgeven. We kozen er toch voor om een speler te passeren. Maar nu uiteindelijk, doordat Michael Navis de bal niet onder controle krijgt, balbezit DVS. Michael Moussa in sneltreinvaart. Daar gaat hij. Prachtig. Mooi meegegeven. Lars van der Wetering. Lars, die schiet tegen Kiezeler op. Daar moeten ze zorgvuldiger mee omgaan. Scherper zijn voor het doel. Michael Moussa. Mooie beweging. In één keer twee man kwijt. Derde man ook kwijt. Prima. Ziet er goed uit. Isaac Kiezeler. Kiezeler naar Jordi Grovenstein. Nu, Jordi. Laat zien wat je kan. Ja. Als dit het is, dan zullen de groenen daar niet zo heel blij mee zijn. Eerste helft is afgesloten hier op het hoofdveld van DVS 33. DVS 2 staat met 1-0 voor in de wedstrijd tegen... AZSV 2. En de spelers luisteren weer heel scherp naar het fluitsignaaltje van de scheidsrechter. Ten teken dat de tweede helft is begonnen. En het levert balbezit op voor Michael Moussa. Mooie beweging. Tegenstander 1, tegenstander 2 is net even iets te veel. Maar het levert uiteindelijk wel een ingooi op voor DVS. Roelof de Groot, Michael Moussa. Overtreding. Michael Navis, die toch een moeilijk middagje heeft ten opzichte van Michael Moussa. Die hem zo nu dan behoorlijk de hielen laat zien. Michael Moussa terug. Roelof de Groot. Moussa. Ziet er goed uit. Via Roelof de Groot en Sven Pul. Prachtige, prachtige paas. En wat levert het op? Het levert de doelpunt op. Schitterend uitgespeelde aanval van DVS 33. Lars van der Wetering voor zijn 30ste doelpunt. Prachtige paas van Sven Pul. En heel mooi door Jordi Grovenstein. Die zijn foutjes van de eerste helft hiermee helemaal wegpoetst. Prachtige assist op Lars van der Wetering. En die hoefde alleen maar zijn voetje tegen de bal te zetten. Ja, mooiere combinatie kun je niet bedenken. Heel mooi uitgespeeld. Kopje erbij houden, zou ik zo zeggen. En Stefan de Geiter en Ronald Hoek, die lossen dat wel op, die situaties. Dat zijn ze wel gewend. En ook nu weer. Prima gespeeld. Kiezeler, mooi, goed eruit gekomen. Jordi Grovenstein. Jordi, nou, één tegenstander tegen. Tegenover. Ja, Jordi Grovenstein. Jordi Grovenstein. Ja, Jordi Grovenstein. Die zorgt hier voor de bevrijdende 3-0. AZSV was de laatste kwartier toch echt duidelijk de betere ploeg. Maar een prachtige paas van Lars van der Wetering op Jordi Grovenstein. Die speelt zijn tegenstander helemaal zoek. En met zijn rechtervoet weet hij de bal in de rechter benedenhoek te plaatsen. 3-0 voor DVS 2. Nou, ik zou zo zeggen, het kampioenschap is binnen. Ze kunnen zich allemaal voorbereiden. De jongens die gaan natuurlijk een heerlijke feestavond tegemoet. 3-0 voor DVS 2. Terug naar de studio. Hier staat het nog steeds 3-0. Maar in Scheveningen is gescoord door Scheveningen. En daar ging weer een scheidsrechtelijke dwaling. En daar heeft DVS er in de topklasse genoeg van gehad. Het is werkelijk te gek voor woorden. De scheidsrechter gaf een vrije trap. En op 25 meter van de plek van de vrije trap nam Scheveningen heel snel die vrije trap. Hier
Hier is het kampioenschap van het tweede van DVS 33 een feit. Terwijl ik dus in de uitzending ook ben bij Radio Nunspeet. Maar ik zit ook voor DVS TV dus. Binnen twee passes was Scheveningen dus voor het doel. Werd het dus uiteindelijk 2-1 voor Scheveningen. Maar ja, jammerlijk dat het op zo'n manier gebeurt. Maar hier is het feest losgebarsten. Luisteraars bij Radio Nunspeet. En de muziek breekt helemaal los hier. En natuurlijk, spelers zijn werkelijk volledig door het dolle heen. Schitterend resultaat van DVS 2 hier in de wedstrijd tegen AZSV. 3-0 overwinning. Volkomen verdiende 3-0 overwinning. Hoewel er grote gedeeltes van de wedstrijd AZSV toch hele goede tegenstand heeft geboden. En het DVS best zo nu en dan behoorlijk lastig maakte. Maar DVS heeft een paar topscorers in zijn teams. Heeft voldoende kwaliteit. Zowel voorin als achterin. Met ook nog aanvoerder Sven Pul op de achtergrond op het middenveld. Dat het kampioenschap in de reservehoofdklasse een voldongen feit is. En dat is een prachtige prestatie. Daar wordt ook even op het veld een eerste feestje gebouwd. En er zal ongetwijfeld nog wel wat bij komen. Schitterend resultaat voor DVS 2. En daar is iedereen heel erg blij mee. Zelfs Mark Tucker, die toch helemaal geen verstand van voetballen heeft. Die loopt daar zomaar rond op het veld. En is ook heel erg blij. De echte DVS supporter met het fantastische lied. Want het is feest. Want waar zijn DVS'ers? Ja, voor DVS TV na afloop van deze schitterende pot voetbal. Nou, schitterend, Sven. Zaten een beetje zenuwen bij, of niet? Ja, ik denk sowieso de eerste helft dat er heel veel zenuwen bij zaten. Maar ze zijn gewoon lekker door blijven gaan in de tweede helft. Het was wel lekker dat die 2-0 vrij snel viel. En wat voor 2-0? Wat een schitterende aanval. Wat een prachtige paas van jou. Ja, die was wel lekker. Nou, hij valt gewoon een keertje goed. En het is lekker dat hij er zo in gaat. En nu kun je lekker op vakantie, jongen. Dat is lekker, hè? Nu kan ik lekker op vakantie gaan. Ik was wel bang dat ik er niet bij zou zijn. Maar heel veel mazzel. Godswonder dat Barneveld van WSC verliest, maar ik juich er niet minder om. Nee, zo is dat. Een paar wedstrijden voor het eind van de competitie al gewoon kampioen. Dan ben je toch wel helemaal de terechte kampioen. Nou, absoluut. Ik denk dat wij ook de terechte kampioen zijn. Wij zijn verreweg het beste en constant geweest het hele seizoen lang. En dan ben je gewoon terecht kampioen. En als het dan op zo'n manier gebeurt hier lekker thuis, dan is dat fantastisch. Hè? Absoluut, absoluut. De thuiskampioen worden is altijd het mooiste. Alleen jammer dat de halve marathon van Ermelo er is. Kunnen we niet op de platte kaarder door het dorp heen. Het enige smetje. Het enige smetje, maar feestvieren doen we hier ook wel. Dus ga lekker feestvieren, jongen. Ja, okay. Van harte gefeliciteerd, nogmaals, namens alle DVS supporters. Dankjewel. Lars van de Wetering. Lars, komt-ie. Lars, van harte gefeliciteerd allereerst, jongen. Van harte gefeliciteerd. Ja, schitterende prestatie. Ja. En weer twee erin, hè? Hoeveel heb je er nu in liggen? 30 nu. 30. Dat 30, was het, hè? Ja, ik zei het toch voor de microfoon. Volgens mij zijn het er 30. Ja, dat is heerlijk, hè? Ja, heerlijk. Echt fantastisch. Nee, ik ga niet komen. Maar het was gewoon een stugge ploeg om tegen te voetballen. En op een gegeven moment, als je 1-0 voorkomt, dan zie je wel dat er meer ruimte gaat komen. Maar met natuurlijk dat hoogtepunt, dat tweede doelpunt, hè? Die schitterende combinatie en die jij alleen maar erin hoefde te lopen. Ja, dat was, volgens mij speelde Roelof, ik dacht Isa en die kaas hem terug en op Sven. Sven geeft echt een prachtige bal in de diepte op Grovi. Ja, en dan krijg ik hem voor en dan hoef ik hem eigenlijk tegenaan te lopen en dan zit hij. Heerlijk, geniet ervan verder. Goed. Michael, kom maar. Michael, Roelof. Kom ook. Hey, van harte gefeliciteerd, jongen. Ja, Michael, prachtig hoor. Dank ik heb toch wel weer een paar keer van je genoten hoor. Lekker er langs zo aan de zijkant. Hè? Ja. Vooral in de eerste helft dat terugtrekken. En dat Lars tegen Isa aanschoot. Dat had een wat beter lot verdiend. Ja, inderdaad. Ja. Dat ging net niet met een gewenste resultaat. Maar ja, uiteindelijk 3-0. Maakt ook helemaal niet uit wat er nou tussen de wedstrijd is gebeurd. Ja, ook. Ja. Maar gewoon een mooie uit erin staat. Gewoon een mooie groep. Een mooi seizoen gedraaid.
vier wedstrijden voor de competitie al gewoon kampioen worden. En dan ben je wel de terecht, hè? Ik denk dat we wel duidelijk beste ploeg waren van de competitie. En dat hebben we ook gewoon laten zien. Dus ja. Feest. Dank je. Ja, zeker, zeker. Rolof. Rolof, van harte gefeliciteerd, jongen. Fantastisch, samen met Stefan ook nog. Hey, alweer kampioen, ja, Stefan. Alweer, ja, de tweede keer achter elkaar, hè. Daar doe je het voor. Hè. Ja, en dan volgend jaar met de derde. En dan stop ik echt direct met voetballen. Met DWS, ja. Precies, precies. Roelof, lekkere wedstrijd gespeeld nog? Ikzelf of het team? Ja. Het team? Ja, het team. Onrustig, vond ik het. Maar ja, we kwamen snel 1-0, 2-0. Het was al wel gespeeld natuurlijk, Piet. Ja. En gewoon hebben we het volwassen hebben we het uitgespeeld. Het bleef nog wel 11 tegen 11, dus was moeilijk, maar want de zenuwen gingen natuurlijk ook op spelen, want ja, je wordt niet altijd kampioen, Piet. Ja, met natuurlijk het hoogtepunt, dat tweede doelpunt, hè? Ja, dat was mooi, hè? En dan is de ontlading groot natuurlijk. Maar even terug te komen op Roelof, ja, ik ben niet helemaal mee eens met hem wat hij zegt. Ja, natuurlijk was het niet al te best, maar ik denk dat we wel veel plezier hebben beleefd in het veld, hè? Plezier is belangrijk. Dat is belangrijk, hè? Als deze jongen mij één ding geleerd heeft hier op DVS, ik heb niet veel van hem geleerd, maar ik heb wel wat van hem geleerd. Plezier, plezier. Zo is dat, jongens. Ja. Hey, en nu weer plezier. Ja, tuurlijk. Dat komt helemaal goed. Veel lol geweest. Ja, dank u wel. Het is gelukt, Martijn. Ja, dolblij. En gefeliciteerd namens alle supporters van de DVS met deze geweldige prestatie. Want het is toch een prestatie over de hele competitie. Ja, we hebben eigenlijk vanaf de hele competitie wel gedomineerd. En ja, we zijn natuurlijk meer dan terecht kampioen. Dat zei heel veel ploegen al van ja, jullie gaan kampioen worden. Alleen je moet het wel doen. Alleen in de winterstop hebben we er ook echt tijdens het trainingsweekend met z'n allen over gehad. En we zeiden ook van joh, nu gaan we er ook echt voor. En dit jaar moet het ook gewoon gebeuren. We hadden gewoon dit jaar gewoon een heel goed team staan. Vorig jaar waren we dichtbij, maar nu hebben we het eindelijk gedaan. Dit is je derde seizoen, dacht ik, bij het tweede jaar. Ja, dit is het derde seizoen. Dus ja, wat dat betreft een mooi afscheid kun je niet wensen. Hè? Dus een mooie taak voor de nieuwe trainer. Nou, het is een fantastisch afscheid. Hartstikke mooi. De zenuwen stonden volgens mij strak gespannen. Dat was in de eerste helft heel duidelijk te zien. En die tweede treffer die kwam dan ook als een bevrijding, had ik het idee. Ja, dat klopt. Kijk, we wisten voor de wedstrijd al dat SFB had verloren. Nou, dan zie je al in de kleedkamer eigenlijk dat de jongens wat gespannen worden, wat zenuwachtig worden. Dat is ook logisch, heb ik zelf ook. Ik bedoel, je staat toch aardig onder spanning. En zeker in het begin speelden we niet goed. Hadden we maar zo achter kunnen komen door een paar goede kansen van hun. Maar uiteindelijk komen we met de penalty van Lars 1-0 voor. En dan vond ik dat de eerste helft niet goed was. Maar we kwamen ook niet echt toen heel erg in gevaar. Nou ja, goed. Gelijk na de rust natuurlijk. Die 2-0 die was wel redelijk bevrijdend. Toen had Tom eigenlijk 3-0 moeten maken. Met een hele grote kans. Maar uiteindelijk maakt Jordi hem. En ja, dan is het klaar. Dus het is fantastisch. Ja. Dat is inderdaad hartstikke mooi. En met name dan het hoogtepunt. Dat tweede doelpunt. Hè. Zeker combinatie technisch gezien. Ja, nou dat staat wel, hoe zeg je dat? Symbool voor de tweede. Ja, heb je goed gezegd. Staat symbool voor, nou in ieder geval voor hoe wij willen voetballen. Maar ook hoe die goal valt, het over meerdere schijven, steekpaas en dan die goal. Zo hebben we er best wel veel gescoord. Dus dat inderdaad, dat staat symbool wel voor ons spel. Ja. Nou, op de achtergrond horen we het bekende geluid erbij. Heerlijk, het feest kan losbarsten. Martijn, nogmaals van harte gefeliciteerd. Ja, we gaan er een heel groot feest van maken. Oké, nogmaals. Van harte. We'll be right back.